Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Hi. Wij zijn de Bellingcrest familievloggers. En ik zei tegen Lucilla toen ik vanochtend kwam. Lucilla, wat zit je daar op een krukje te kijken naar buiten? Wat is er te zien? Maar er is van alles te zien. Goedemorgen, Lua. Goedemorgen. Wat we... Ja, er zitten de wilgen. Wat zitten we te doen? We zitten te kijken. Waar zitten we eigenlijk naar te kijken? Naar de bomen. Naar de bomen. Kijk, want... De tuinman is alweer bezig. Kijk, daar staat hij staat zien, nu net staat. Niet. Je ziet hem daarachter. Op die ladder. En die heeft gisteren die allemaal geknipt. En nu gaat hij die weer doen. En straks die andere in de voortuin. En dat is natuurlijk wel een leuk gezicht. Ja, dat is heel gek. Want eerst waren al die bomen hier voor ons huis. Met al die bladeren. En nu is het opeens heel licht. Doordat al die bomenbladeren weg zijn. Niet de bomen, maar de takken van de bladeren. Van de bomen. Dus dat is een leuk gezicht. En dat zat ze dus te doen. Ze zat dus te kijken naar hoe de tuinman aan het knippen was. Ik moet zeggen dat het wel een heel rustgevend uitzicht is. Ja. We hebben een apart idee. Eind mei waren die knoppen alleen nog maar kleine takjes. Ja, ja, eind mei zijn die, is dat helemaal... Ja, eind mei is het, begint het te groeien. Toch of niet? Ja. Eind mei waren er kleine takjes. En ja? 3 maanden later zijn er van die lange stenen. Ja, in 3 maanden groeien die knotwilgen helemaal uit. Het super grote lange takken. Die daar allemaal op de grond liggen. Plantanen. Plantanen? Ja. Ik dacht knotwilgen. Nee, plantanen. Plantanen. Of is het gewoon knotwilg een... Mama. Een soort boom. Plantanen. Maar dat was even nu weer te groeien. Nee, nu niet. Want het wordt nu herfst en winter. Dus dan groeit het niet. Maar als het straks mei is, dan wordt het weer warm. En dan begint het weer te groeien. En dan groeit het weer de hele lente en zomer door. En dan in het najaar en herfst is het weer zo groot als het nu is. En dan knippen ze het weer af. En dat is niet eigenlijk ieder jaar doen ze hetzelfde. Ja, dus ieder jaar komt hij die knotwilgen, mantanus of zoiets, knippen. En ja, dat is wel leuk te weten, kinderen. De tuinman knipt al 18 jaar deze plantaanbomen. Dus hij zei, ik ken ze zo goed, ik kan ze bijna met de ogen knippen. Ja. En dat was via de buurman. Hij zei, die knipt al vanaf dat ze hier geplaatst zijn. Maar hij kan ze echt blind knippen, omdat hij die knotten helemaal kent. Ja. En nou ja, heel fijn. Heel fijn. Zo zie je maar. Als ik dit zou doen met opa, zijn we 3 maanden bezig. Ja. En hij doet het waarschijnlijk in 2 dagen. Nou. Ja. Nou, ondertussen ben ik alweer lekker met Liesjes op pad. Want we gaan heel even een cadeautje kopen voor een vriendin van mij. Die is jarig. En het is nog super rustig. Toch? Want alle winkels zijn nog niet open, hè? Nee, ze zijn nog niet open. Nou jongens, ik loop even in de... winkelstraat. En alle winkels zijn nog dicht, dus het is niet zo heel erg druk. Lusjes mee. Hey jongen, wat zie je? Ballonnen. Oh, hij ziet daar ballonnen. Oh, maar ik zie ook dat de kruidvat niet open is. Ja, dat is altijd de jongens. Dan ben je te vroeg als je kinderen naar school hebt gebracht. Denk je, oh, ga meteen even langs de winkels. De winkels zijn natuurlijk nog niet zo vroeg open. En ik wilde even nieuwe sokken halen voor de kinderen. Want die sokken, was altijd weer een gebrek aan sokken. En we hebben de eetkamer nu op deze zijde staan. De barkeuken hier op deze zijde. En hopelijk voor de 3e keer de werkkamer leeg. Zo is het nu. Zoals je ziet. Heel toffig en plakkerig. Dit is dus de woonkamer. Zo mooi is dat geworden. Daar hebben we nu even alle meubeltjes neergezet. En jawel, de speelkamer. Die kan Farah alweer helemaal gaan inrichten. Met ook de binnengekomen kleden. Hoe ze het doen. De gang is ook prachtig geworden. Goedemorgen, we zijn weg. Ja toch? Kijk eens. Glimt helemaal. Vanuit zijn eigen natuursteenland. Oh, die achtige laag gaat er dus af. Dan wordt het zo mooi. Natuurlijk glanzend. Zoals hier in de woonkamer. Zo ontzettend snel. Kijk dan wat mooi. Kijk. De laatste plantaan. Kijk. De laatste plantaan. Is ook helemaal vrij. Nou. Dit gaan we nu allemaal ophaken. En in de aanhanger stoppen. En dan is dit in 3 maanden tijd zo lange takken gegroeid. Met zulke mooie grote bladeren. Maar laten we wel eerlijk zeggen, het zijn echt hele unieke
speciale boom. Plantanen. Dat er nog nooit van gehoord. En ja, ze hebben gewoon elk jaar even goede onderhoudsverzorging nodig. En gelukkig kent de tuinman het al vanaf dat ze hier planten. Nou, we kijken. Deze weegt 55 kilo. We zien wat hij er allemaal afkrijgt. Dat is al die glansmiddel, zeg maar. En we gaan dat nu allemaal verwijderen. En de steen uit zichzelf laten shinen. Echt een smakelijk te pakken. Kijk, zo krijgen we weer meer licht. We hebben nu eigenlijk opgekroond, noemt de tuinman nog. En dan is dat ook mooi meegenomen voordat de winter kan gaan beginnen. Ja, papa, gaan we even kijken waar papa is. Nou, wij zijn weer terug. En Daniel zei, ik ben in de tuin bezig. Het is best wel lekker buiten, komen jullie ook even kijken. Dus we gaan even kijken hoe papa aan het snoeien is met alle blaadjes. Is papa vandaag de tuinman? Kijk, het is inderdaad echt een prachtige dag weer. Lekker met het zonnetje, hij is samen met de tuinman aan het snoeien. Ja. Daar is papa, hè? Kom bij papa kijken. Zo, hey, hallo. Kijk, die bomen dan helemaal kaal zijn. Kijk, zo ben je dus aan het sporten. Hi. Wauw. Goed lucht, hè? Ja, al die takken eraf gehaald. Ik heb het helemaal opgehaald. Ja. Ja. Go. Mocht hij in het huis lopen, dan ga ik in de tuin lopen. Het is een scherpmessie. Ja, de elektrische ideeën. Nee, ik heb al een handzaam, maar die is echt voor mij een scherp. Ah, oké. Okay. Oké, okay, deze is de goed. Nou, kijk dan jongens. Oh, kijk, daar gaat hij. Zo. Dat is een grote tak. Dat is een lange, hè? Niet die hele boom kaal maken, hè? Ik zou dus direct doen, maar ik heb drie etappes. Ja. Eerst op de spits en dan als laatste. Ga je hem zo ver doen? Ja, opkroon. Want dan ben ik opkroon. Ja. En je hebt hem op die hoogte. Ja. En dan moet ik deze mee kronen op die hoogte. Oké. Okay. Dus ik haal deze eruit, die. En ja, die hoogte is prima. Ja. En dan kroont hij op. Mooi. Dus ja. Wee. Maar weer eventjes op de schommel, hè, jongen. Ja. Nou, lusjes. Kijk, de werkkamer is ook leeg. Hij is bijna, hij moet nog één keer geschuurd worden. Ja, maar helemaal leeg staan. Ja. Nou, Lusjes. Oeh. Ja, hij vindt dat wel mooi. Van Lusjes mag het wel leeg blijven. Hè? Is het hier net een sporthal? En nee, hier halen ze nog weer alle witte melk eraf. Zo. En dit is de oude kant. Ja. Ja, deze is zwaar, 55 kilo, is een blok beton wat erin zit. Ja, en dan komt de hele glans eruit. Nou, dit gaan we straks ook nog doen. Maar voor nu moet eerst hier alles weer van de vloer. En deze kast op trollies. Nou, en kijk, deze heb ik nu ook gekroond. Even een aanhanger legen en dan de kids halen van school. Nou, en kijk eens hoe mooi het weer wordt. Dit is weer helemaal glanzend. Wauw. Nou, ik ga eventjes een broodtrommeltje maken voor Lux. En dan haal ik de kids op van school. Vader gaat Lusjes even lekker in bed aan het leggen. En dan ga ik met Luxie naar zwemles. En dan daarna ga ik weer helpen de meubels terugtillen. En ook de takken storten bij de roven. Dus dat nu eerst bij doen, maar gelukkig. Zijn we straks van het echo vervolgd. Zo, wie is daar weer? Daar is Luxie. Was het leuk op school? Ja. Nou, ze heeft lekker haar broodjes opgegeten. De laatste twee korstjes niet. Flesje drinken. En dan gaan we nu op naar... Zwemles. Ja. Oh, die hebben we daar. Lucilla is met een vriendinnetje spelen. Ja. En Luan is al terug naar huis. Maar hoe kwam dat dan? Zo, wij gaan op naar... Zwemles. Wie is daar weer thuis? Ik. Luan is weer thuis. Lucilla die is bij een vriendinnetje aan het spelen. Kan je gewoon lopen? Ja, die kun je gewoon lopen. Die komt straks, ze gaat naar ballet toe met een vriendinnetje. Dan halen we dan bij ballet weer op. Maar we gaan eerst even lekker wat eten, jongen. Want het is lunchtijd. Hm?
En die tas moet u straks even brengen voor ballet. Ja, die had Lucilla niet mee. Hm? Ja. Hey Luxie, papa had wel jouw bikini mee, of jouw badpak meegenomen, maar ik was de handdoek vergeten. Gelukkig mocht je bij de receptie even een leenhanddoek lenen. Ja. En je moest nu nog eventjes naar het... Toilet. Toilet, hè? Ja, daar is het toilet. Tadaa! Nou, een handdoekleed. Heel veel plezier met zwemmen, hè? Ja. En zet hem op en je zet tijgertje op de stoel, want dan kan hij naar je kijken. Ja. High five. En dan mocht je die meenemen als school. Nou, dierendag zet jij het knuffeltje daar neer, hè? Succes! Luxie, wat heb je geleerd met zwemles? Zwem op de buik. Luxie, hey, en ik zeg dat verdient een ijsje. Vond je het goed? Ja. Was leuk, hè? Tot de volgende. Zwemles. Hier. Ja, een zwemles. Hier. Ja, tot de volgende keer. Wat heeft Lucius uit de tas van Luan gepakt? Mijn fietssleutel. We horen opeens een fluitje, jongen. Heb jij de sleutel? Als jij dus niet weet waar jouw sleutel is, oh, ja. Dan weet je dus hoe dat komt. Een zak eronder. Lucius. Dat fluitje. Ja, we hebben niet echt een tafel om te zitten, jongen. Ja, misschien nee, maar even buiten maar doen. Wil je buiten eten? Buiten is wel lekker hoor. Als ook ja? Op de fiets met blote armen. Ja? Ja, het is wel lekker weer. Maar ja, het is niet zo warm als 23 graden nee, van een paar dagen geleden. Maar het is 17 graden. Ja, en het waait een beetje. Oh, dat is maar lekker, goed, toch? Gaan we hier wel zitten aan de tafel. Dit is wel lekker. Ja, wil jij ook een poffertje, jongen? Ja. Mama die maakt even de poffertjes voor Lucius. Oh, blijf voor jou hier, want het gras is nat, hè? En ik heb het hartstikke leuk gehad op school. En ik moet dus nu op zoek naar een boek voor mijn boekbespreking. Want dat begint ook weer. Oeh. Zo, niet dat het op mijn kleding gaat, wacht. Doe even. Zag je dat? Oh nee, alles komt helemaal om te zitten. Oké, wacht. 1, 2. Mama, pas op! Oh! Als ik erop doe. Oh ja. Ja, dat doen we maar even niet in beeld. Ik moet dus op zoek naar een boek, omdat ik mijn boekbespreking weer heb. En mam, weet je waar we in groep 7 en groep 8 ook aan meedoen? Nou? Voorleeswedstrijd. Oh, dat is leuk toch? Ken je dat? Zou ik daar aan meedoen? En dan kan ik misschien ook de bus worden van heel Nederland. Oh, nou, zou ik weet. Het doen? Ja. Ik heb ze bijna alweer op. Ja. Weet niet meer papa is. Papa? 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 Nee. Papa? Auw. Auw. Ja. Auw. Kwa. Kwa. Auw, moet je op de voor. Zo. Doe het niet ouwe? Nee, doe het niet ouw. Moet je nee schudden? Nee. Niet ouw. Schud maar nee. Auw. Goed zo, doe het niet ouw. De bomen zijn ook alweer kou. Ja. 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 Papa. Ja. Allemaal koude bomen. Ja. Ja. Papa.
Nee, papa heeft het niet gedaan. Dat is de tuinman. Kijk, die staat daar. Zie je de tuinman? Ja, dat is onze tuinman. Ja. Die gaat dan elk jaar de bomen knippen, hè? Ja. Ja. Papa. Ja. Dan moet je ook alle takken oprapen. Mm-hmm. Die vallen dan allemaal weer naar beneden. Als je ze doorknipt. Dit. En ja. Dan is het knip. Knip. Pip. Niet pip, maar knip. Pip. Knip. Knip. Pip. Je bent me er een. Hm? Nog één? Oh, moet je op de vorm? Kijk. Ja, een lekker poffertje, hè? Oh. Lekker poffertje. Ja, in je mond. Goed zo. Ja, dat is mijn fietssleutel, hè? Had je die wel stiekem gepakt? Ja. Wat zeg je, Lusjes? Ballo-ba. Is Ballo-ba? Zegt hij Ballo-ba? Kijk, het bordje is ba. Is Ballo-ba? Dan moet je Bollo even het bordje goed alles opeten. Dan wordt Bollo weer schoon. Hm? Schatje. Die poffertje zo weer erop. Dat is lekker, jongen. Altijd lekker even wat smullen op de woensdagmiddag. Ja, en Lucilla die is dus bij het vriendinnetje. En Luxie die is met Daniel naar zwemles. Die heeft een eigen lunchpakketje van Daniel meegekregen. En er komt nog poffertjes in de la liggen. En ja, dan kunnen we mooi even de poffertjes opmaken. Ja, jongen? Mm-hmm. Doe dan dus nog een paar pakken. Een heel hard trek van school. Oké, jongens. Wij zijn verhuisd naar de slaapkamer van Luan. Niet, aangezien... niet, Mario. Nee, het is de ijskoffieman. aangezien onze huiskamer helemaal op zijn kop staat. We kunnen daar niet zitten. Eigenlijk ook niet op de werkkamer, ook niet speelkamer, huiskamer niet. Eettafel niet. Dus daarom zijn we verhuisd naar de werkkamer. Luan zijn kamer. Want Luan wil eigenlijk al een hele tijd heel graag wat met mij doen. Maar voordat ik dat aan jullie ga vertellen, wil ik eerst daar nog even aan vertellen. Dat dit komt door. Eigenlijk doordat hij zelf daar een keertje mee kwam. Wacht even, misschien moet ik het even goed zeggen. Wacht. Voordat we dat gaan doen, even helemaal bij het begin beginnen. Van waarom ik dit nu met Luan ga doen. We waren op vakantie. Op de camping. Begin je helemaal daar? Daar begin okay. ik. In Italië. Met zo'n vakantie. In Italië. Gardermeer. Bij het Gardermeer. En daar had hij vrienden op de camping. Waarmee ze gezellige dingen deden. Onder die waren andere, ook 12. Onder andere. Bij het winkeltje dingetjes kopen. Dat het mocht shopje. Ook voor mij. Dat mocht, mocht ook. Ja. Als maar je... wat ik niet wist. Is dat Luan toen voor de allereerste keer... Ik was echt hartstikke bang van, oh, als mama hierachter komt. Oh. Maar ja, nu denk ik van, oh, af en toe, hè, dat kan niet zo kwaad. Vertel maar, je, niemand weet nog waar het over gaat. Nou, ik ging dus met, dat was een heel lief meisje, die was 13 volgens mij. Mm-hmm. En die was heel lief voor Lucilla. En ik had dan ook nog een vriendje, die was 12 of ook 13. Een beetje mijn leeftijd. En toen ging ik naar het shopje en... Ja, ik zag daar dus Starbucks ijskoffie liggen. Ik dacht van, oh, ik zie dit zo vaak voorbij komen nu. En dat het zo hip is. Nou ja, het is nu wel op social minder. Media, jongens. Social media op zag social ik dat. Media. Ja. Maar ik ga even zo zitten, want ik ben iets groter dan jij. Ik keek even op de cup van, nou, 220 milliliter. Dat valt wel mee. En wat zit er dan allemaal in? Ik dacht van, nou, ik kan toch wel één keer voor... Ik kan toch wel één keer voor de allereerste keer in heel mijn leven wel een kopje ijskoffie proeven. Toen heb ik dat gekocht. Dat was, kijk, zou ik hem even laten zien welke dat was? Die hebben we nu ook. Dat was deze. Ga maar even zitten. Dan heb ik geen lamme arm meer. Oké, okay. Blijf bij het verhaal. Jongen. Deze die had ik daar gekocht. Ja. Dit is de Starbucks ijskoffie cappuccino. Nou, die had ik toen gekocht. Ik deed het rietje erin. Ging proeven en ik dacht van, dit is echt heel raar. Maar ook wel weer bijzonder en apart. Dus nou, ik ging verder drinken. Dus zullen we ook een slokje proeven. Die vond echt... bah! Maar ja, prima. Maar toen was hij tot en met hier op de helft. En ik dacht van, nou, die andere helft die hoef ik niet meer. Maar om in de prullenbak te gooien vind ik zonde. Mijn vriend wou hem. Nou echt, dat wist ik niet eens. Wat hij deed, is het dekseltje eraf. Nee.
Ja, dekseltje eraf en dan ging zo proeven. Oké. Nu heel even onderbreken van het verhaal. Nu heeft hij dus iets geprobeerd waarvan eigenlijk koffie... Hè, wat zeggen papa en mama altijd? Koffie is voor... grote mensen, ja. Dus hij wist eigenlijk dat hij dat van mij niet mocht kopen. Heeft hij wel gekocht en ook niet verteld. Oh, ik voel me heel schuldig. En maar aan het eind van de zomervakantie heb ik dat toch gezegd. Het is wel verteld. Maar jongens, dit is... En mama is ook niet boos. Dit hoort erbij, toch? Ja, Wat heb jij een keer voor stiekems gedaan? Oh, vast wel dat soort dingen. Geen idee, maar het zal vast wel ook ergens vroeger wat hebben. Dus ik ben er niet boos om geworden, maar... Wat ik wil laten leren aan de kinderen en wat ik zelf vroeger ook heb geleerd, is dat ik begrijp dat je op een gegeven moment nieuwsgierig wordt naar bepaalde dingen. Dus helemaal dat we social media hebben, maakt het nog niet makkelijker. Er komen er nog veel meer invloeden op je af. Ook bij Duan natuurlijk. Iedereen zit op de social media natuurlijk. En dat proberen we wel te beperken hier en daar. Maar goed, je ontkomt er niet aan. Dus het hoort bij het opvoeden. Dat hoort gewoon bij het leven. Dus die koffie kwam heel vaak voorbij. Waardoor hij koffie Niet heel vaak hoor. Maar ik dacht van, oh, dit is weer iets nieuws. En als er iets nieuws is, dan moet ik het niet één keer gezien. Je hebt het wel meer dan één keer gezien. Ja, wel meer dan één keer gezien. Heel vaak voorbij. Dus dan snap ik dat hij dat wil proeven en wil testen. Terwijl hij weet dat mama koffie drinken eigenlijk niet voor Luan vindt. Nu wil ik er alleen leren dat... Op het moment dat je toch heel erg nieuwsgierig naar iets bent, kun je beter gewoon open en eerlijk zijn naar je ouders. Tenminste, naar papa en mama. Ik praat even voor ons gezin. En zeg dat je ergens nieuwsgierig naar bent. En om het samen te gaan testen. In plaats van dat je het stiekem alleen probeert te doen met je vriendengroep. En ouders totaal geen weet hebben wat je doet. Nee. Om je ergens voor te leren. Dus mama wordt niet boos. Alleen vervolgens, als je ergens nieuwsgierig naar bent en je weet eigenlijk, vindt mama en papa dit niet goed, zeg dan gewoon, dan wil ik dat met jou testen. En wat bedoel je met jou? Nou, dat ik er nu dus wat bij ben. Wat wil je eigenlijk doen? Dat ik er nu dus bij ben. Jij bent ontzettend nieuwsgierig naar al die koffiesmaakjes. En ik weet als ik zeg, nee dat mag niet, dan ga jij ooit een keer met je vrienden in de stad, want hij wordt steeds ouder. Ik ben 11. Ga je toch stiekem al die smaakjes testen. Maar nu ga ik het hem laten testen. Stiekem al die smaakjes testen? Ja, omdat je weet dat het niet mag. Nee. Maar nu ga ik hem de smaakjes laten testen in een veilige omgeving. Met mama erbij. Hier, gaan we samen al die smaakjes testen. Zodat je weet wat die smaakjes zijn. En niet zo dat we heel die cup op. Zodat je nu dus weet wat al die smaakjes zijn. En waardoor je dus niet te straks het stiekem hoeft te kopen. Nee. Want je weet nu hoe het smaakt. Want je hebt het met mama geproefd. Ja. Snap je dat? Dus dat wil ik ook voor alle kinderen zeggen die kijken. Ga zeker niet dit alleen doen. Dit doet Luan nu met mij. Koffie drinken is niet voor kinderen onder de 13 jaar, jongens. Dat is af te raden. Nog 2 jaartjes. Zit cafeïne in? Ook dan niet. Is cafeïne. Is hartstikke niet goed voor je. Als je meer energie hebt, moet je gewoon iets eerder naar bed gaan. Nee, dat is tegenwoordig niet meer. Ja, jawel. Nee. Ik ben gewoon onder die wol. Nee. Nou, dan doe ik gewoon mijn deur op slot. Nee, doe je niet je deur op slot. Nee. Wel. Nou, oké, even over wat anders. Oké, maar goed. Wij gaan dus voor nu samen deze cappuccino testen. We hebben hele mooie glaasjes. Cappuccino. Ijskoffie, sorry. We hebben deze mooie glaasjes. We hebben ijs. We hebben het ijs. Kijk. Oh ja, en mam? Hier, we hebben mama ijs. Mama heeft het ook zelf opgezocht. Ja. Ijskoffie schijnt volgens mij hoeveel procent minder? 40 milliliter cafeïne te bevatten. En gewone koffie 60 milliliter. Van hoeveel? Van de 250 milliliter. Dus de ijskoffie zit over het algemeen minder cafeïne dan, in. Dus ik kijk me ook even koffie. Alle ouders aan, ook mijn ouders. Jullie kunnen er ook wat van leren, hè? Drink dan gewoon die ijskoffie, dat is tenminste beter. Ja, ochtends drink ik wel koffie maar voor ik had, cafeïne. Maar ik had dus een keer ijskoffie voor mama gemaakt. Dat was deze. Die had ik gekregen. Dit heeft hij dus gekregen. Deze koffie heeft niet zelf... Een zus van een vriend. Nee, de zus van mijn vriend. Ja, ik zeg het wel van goed. Van een vriend van jou. En kijk, dit is eigenlijk gewoon zo'n koffiezakje. Alleen dan staat er warm of koud bij. Dus het is niet alleen dat dit bij Luan speelt. Het is onder al deze... Bij alle kinderen. Luan, alle blijkbaar, kinderen is het nu helemaal hot om ijskoffie te kopen. Wist ik ook niet. Ik leer hier dus ook wat van. Dat dit niet maar meer wat was hot bij jou dan? Daar ben ik echt benieuwd naar. Want ik weet nog wel dat Red Bull drankjes kwamen. Oh ja, maar dat is... Jongens, Red Bull is nog misschien wel 10.000 keer erger dan dit. Dat dus is echt... Mama is er verslaafd aan geweest. Echt? Aan energy drink? Ja. Een heel treetje kocht ik iedere keer. Oh. Dat was echt... Ja, dat praat ik echt over...
Dus dit, dat is nog erger dan dit. Maar mama was er zich niet bewust van. Mama was er zich niet bewust van. Nee. Dat het zo slecht was. Maar het ging toen ook niet goed met mama. Nou. Door die vele... Maar wisten je ouders dat toen ook? Nee, want toen was ik al wel het huis uit. Ik was ouder, zeg maar. Dus je was al 18, wel 17, 18, 18. Ik was een jong het huis uit. Niet dat je het stiekem deed. Nee, het was niet stiekem. Nee, dat was echt gewoon... toen werkte ik ook gewoon in de winkel. Ik werkte ook al vroeg in de winkel. En om mijn dag door te kunnen komen, had ik die cafeïnes nodig. Ik dronk maar waarom dan energy drinken? Maar echt jongens, niet doen. Want ik heb nu nog wel eens wat migraine, maar toen, ik wist niet waar ik moest zoeken. Ik was zo verslaafd, op het moment dat ik stopte met het drinken, bam, had ik meteen niks meer. Kon ik niks meer. Was ik heel, heel ziek van. En als ik dan een pilletje wilde nemen voor mijn hoofdpijn, dan moest ik wel eens een hele strip nemen. Wilde überhaupt het werken. Dat was ook al Dat was ook heel slecht. Ik heb heel veel slechte dingen gedaan in mijn tienertijd, ja. En mama heel veel van geleerd. Ja. En daarom ga ik er nu heel bewust mee om. Ja. Ja. Dus. Maar mam, ik zie dat de accu bijna leeg is, dus je moet even een nieuwe accu pakken. Ja. En moet je snel zijn, want het ijs, ja. Oké, mag ik kiezen welke beginnen? Ja, zet ik zo even mooi neer. Oh ja, jongens, ik ga eerst... om mijn tafel? Ja. Oké. Nou, jongens. Mama die had even snel een nieuwe accu. Want ik zie dat de accu bijna leeg is. Maar wij hebben dus 3 soorten merken van ijskoffie. De eerste is wel de populairste en de bekende. Dat is de Starbucks. Ten tweede hebben we Douwe Egberts. En ten derde hebben we gewoon de merkleuze van de Jumbo. En dat zijn de 3 merken die we hebben. Dus dat is Starbucks, Douwe Egberts en Jumbo. Simon is ook nu al in de voortuin begonnen. En ik moet dus zo meteen 2 aanhangers. En daarna nog 1-3 aanhangers gaan storten. En hier staat nog alles vol. Wat meubilair. En hier zijn ze nu. De laatste meters. De laatste meters. Wat is het prachtig geworden, joh. Kijk, dit zijn de laatste meters. De veranda nog. En dan zijn we er. Een laag frituurvet die er vanaf komt. Nou, we zijn er bijna. Wij zijn de meubels mooi aan het terugtillen. En dan deze helft nog. En die helft nog. En dan zijn we hopelijk weer lang met de vloer klaar. Nou, en kijk eens, daar is Farah. Hey, de meubels hier heb ik al teruggetild. Ja. Mooi, hè? Echt blij mee, maar... Ja, dan heb je de hal gezien. We kijken naar de hal. Het springt weer en er is geen vet nodig. Ja, kijk eens. En hier ook, hè. Ze hebben de trappen hier gedaan. Alles beneden. Glad, hè? Ja. Kijk eens. Je voelt ook dat er geen vet nodig is. Nee, is ook alles geraakt. Ja. Moet je kijken. Maar dan moet je... Ik kom net binnen. Ja. Dus... Dus zetten wij. Vanaf morgen gaan we verder met dit verbouwen van de hele kamer weer. Ik zet er wel met die sterke jongen ook even alle werkkamerspullen terug. Ja, dat hebben we niet ingericht. De stilkamer. Stilkamer, ja. Niet van bij ons, want we moeten dingen opbouwen. Ja, en ik heb België gevraagd. Maar waarschijnlijk donderdag kan die bank niet hier in België zijn. Dus dat wordt ook niet later. Kortom, alles komt goed. De vloer is in ieder geval gelukt. En dat is fijn, schat. Ja, toppie. Luxe ook een beetje. Nee, die is nog echt wat te jong. Luxie is weer thuis. Hey. Wat zwembles. Wil je ook chocomel, Luxie? Ja. Nee, chocomel nee. Lusjes zit hier ook. Nee. Kijk, iPhone. Ik heb een plaatje gekregen. Wauw. Dat is cool. Ja. Mooi, liefie. Ja. Heel mooi, ja. Zal je ook even proeven? Ja? Ik ben echt benieuwd hoe Lucia zat. Nee, Lucia mag toch wel één slokje? Nee, dat is niet. Nee. Wil je nou zien hoe dat hele koffietesten is gegaan? Kijk dan even op het kanaal van... Nee. Johan. Nou, en tadaa. Dit is de derde aanhanger. Die ik nu mooi ga kiepen. En dan zijn we ze allemaal weer. Kijk, de laatste aanhanger breng ik hier weg. Met nog een zakje huisvuil. En nog een doosje karton. En dan is ook de voortuin helemaal mooi weer. Geknot. We moeten morgen alleen nog die laatste 3 plantanen. En dan is de klus hier geklaard. Nou, ik breng dit maar even naar de rover. En dan die zullen ophalen van Belet. Tot morgen. Lieuwe die gaat zo lekker spelen met zijn broer. Ik ga lekker spelen op de weer.
Nee, dit was weer het einde van de vlog, jongens. Hopelijk vond je het leuk. Maar vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien je graag morgen weer een nieuwe vlog. Doei doei. Ik moet naar de wc.